Bridget Maasland heeft de afgelopen tijd opvallend veel kritiek geuit op haar eigen programma, RTL Boulevard. Het lijkt erop dat haar onvrede over de manier waarop het programma de brieflevens van BN'ers belicht, steeds vaker naar voren komt. Deze voortdurende zelfkritiek roept de vraag op, als ze zo ontevreden is, waarom blijft ze dan bij dit programma? Heeft ze geen andere mogelijkheden? Media-kenners Victor Flam en Lars Duursma hebben in hun podcast De Communicado's opgemerkt dat Maasland deze kritiek herhaaldelijk heeft geuit. Victor wijst erop dat ze dit niet slechts één of twee keer, maar drie keer binnen een week heeft gedaan. Dit gebeurde onder andere tijdens uitzendingen van RTL Boulevard, in een interview met Tros Kompas en in haar eigen podcast. Hij vindt deze herhaalde kritiek opmerkelijk en vraagt zich af wat de oorzaak is van deze publieke uitingen. Lars Duursma benadrukt dat het ongebruikelijk is voor een presentator om constant kritiek te uiten op zijn of haar eigen show. Hij vergelijkt het met andere bekende presentatoren zoals Humberto Tan en de NOS journaalpresentatoren die niet regelmatig hun eigen programma's afkraken. Volgens Lars kan dergelijke zelfkritiek het vertrouwen van de kijkers ondermijnen. Victor heeft met een insider bij RTL Boulevard gesproken om meer inzicht te krijgen. De insider bevestigt dat Maasland wel degelijk de enige is die deze kritiek openlijk uitspreekt, en er is geen sprake van een breed gedragen discussie over de koers van het programma. Toch zijn er bij sommige medewerkers van RTL Boulevard zorgen over de richting waarin het programma zich beweegt. Sommigen vrezen dat het showniveau naar beneden kan gaan, vergelijkbaar met de tabloidachtige stijl van tijdschriften zoals weekend en privé. Victor merkt op dat de verandering in de inhoud van RTL Boulevard na het vertrek van Albert Verlinde zichtbaar is, met een toegenomen focus op sensationele onderwerpen. Het lijkt erop dat het programma sinds het controversiële huwelijk van Gordon met Gavin iets meer naar dit soort onderwerpen neigt. Dit heeft geleid tot een grotere nadruk op roddel en achterklap. De vraag rijst of het verstandig is voor Maasland om deze kritiek publiekelijk te uiten in plaats van intern te bespreken. Victor en Lars zijn van mening dat het wellicht beter zou zijn als dergelijke discussies binnen de muren van RTL Boulevard blijven. Volgens hen kan voortdurende publieke kritiek de geloofwaardigheid van Maasland en het programma ondermijnen. In conclusie, terwijl Maasland duidelijk een punt heeft over de richting van RTL Boulevard, blijft de vraag of haar publieke zelfkritiek de beste manier is om verandering teweeg te brengen. Misschien zou een constructievere benadering achter de schermen effectiever zijn in het adresseren van haar bezorgdheden.